Hey hallo, Bartlijnsman hier. Vandaag heb ik de nieuwe Rotolite IOS 2 voor je, de opvolger van de IOS. Logisch. De mensen in het veld die hem al uitgeprobeerd hebben, die zeggen dat deze tweede versie de beste lamp is die je kunt kopen voor een goede prijs. Dat gaan we even bekijken. Rotolight heeft me deze Explorer kit van de iOS 2 toegestuurd voor het maken van deze video. Ik krijg hier niet voor betaald en ik mag hem ook niet houden. Er zijn meerdere kits te koop, dus check de linkjes in de beschrijving. Daar heb ik ze allemaal voor je op een rijtje gezet. Wat krijg je allemaal? In de standaard uitvoering krijg je de lamp, een diffuser dome en een stroomkabel. De Explorer kit die ik hier heb, die heeft daarnaast ook nog een V-mount batterij van 95 wattuur met lader en een enorm stevige tas waar alles in zit. Daarnaast heb ik ook bijpassende barndoors in de tas zitten die los te koop zijn. We beginnen met de specificaties. Schrijf even mee. Een output van 11.500 lux continu licht en 17.500 lux in flitstand op 1 meter afstand. Een TLCI-waarde van 99 en een CRI-waarde van 95. Stralingshoek van 50 graden, 120 watt voeding, een aansluiting achterop voor een v mount batterij of gewoon via de stekker en wat kwart inch aansluitingen voor een lichtstandaard. Verder een 3.5 mm input voor een flitskabel, een USB-aansluiting voor de firmware updates en een div-aansluiting. Hij is 29,5 cm in doorsnee, 2,5 cm dik en hij weegt maar 1,4 kilo. En je kunt hem bedienen via wifi of Bluetooth met een app op je telefoon. Achterop heeft de iOS 2 een touchscreen en twee draai- en drukknoppen waarmee je kunt navigeren. De lamp is RGB. Dat zal ik even laten zien. Zo, dus alle kleuren zitten erin. 16,7 miljoen om precies te zijn. Nou, daarnaast kun je kiezen voor zo'n 2500 filters om de lampen heel precies op een kleur in te kunnen stellen. Voor wat betreft fotografie heeft de Aios 2 ook de mogelijkheid om in RGBWW te flitsen. Dus in alle kleuren, warm wit en koud wit. Daar heeft hij allemaal aparte ledjes voor. Nadat de lamp geflitst heeft, hoef je niet te wachten. Hij heeft geen recycle tijd, dus je kunt eindeloos blijven flitsen. Tenminste, voor zolang de batterij het volhoudt. Er is overigens zo'n 100.000 flitsen met een gemiddelde batterij, dus ga vooral los. Voor de filmmakers onder ons heeft de IOS twee enkele effecten ingebouwd. Waaronder een onweersbui, een, uh, nou, een politieauto bijvoorbeeld. Uh, wel Amerikaans, dus blauw en rood. Een uh, tv, een pistoolschot. Een effect alsof iemand aan het lassen is, neonlicht en nog veel meer. En dat is heel tof en vooral ook realistisch. Het menu is lekker overzichtelijk: gemaakt met blokjes CCT, HSI, gels, flits, SFX en de systeeminstellingen. In het cct-menu zie je het batterijniveau, 10 presets die je kunt instellen, die met een blauw balkje onderin aangeeft of dat er een preset opgeslagen is. Let erop dat het menu niet aangeeft of dat je nog moet scrollen om meer te zien, bijvoorbeeld een klein driehoekje aan de rand. Het is dus soms even zoeken waar je nog verder kunt scrollen of juist niet. Om een preset in te stellen zet je de lamp op de gewenste temperatuur en houd je de knop ingedrukt. Onder de presets zie je de schuifregelaar om de temperatuur in te stellen, de helderheid en de kleurtemperatuur. Het huisje gaat terug naar het startscherm, dit is bij iedere instelling het geval. Je stelt, zoals ik nu, alles in via het touchscreen, maar de twee rode knoppen corresponderen met de twee onderste blokjes. Die zou je dus ook kunnen gebruiken voor wat meer precisie. In het HSI menu zie je wederom 10 presets, nummer 11 tot en met 20. Deze werken op dezelfde manier. Daaronder de schuifregelaar voor de kleuren, linksonder weer de helderheid en rechtsonder de tint en verzadigingsknop. Tik je erop dan wisselt de functie en dit werkt ook door op de rode knop te drukken. In het Gels menu selecteer je de digitale filter die je wilt gebruiken. Kies eerst voor een kleurgroep en selecteer daarna de filter. Je kunt door op de rechtse rode knop te drukken wisselen tussen een tungsten D32 of daglicht D65 variant van de filter. In het Nederlands ziet het er niet heel netjes uit, maar door rechtsboven op bronvergelijking te tikken en aan de rechtse rode knop te draaien, krijg je voorbeelden van echte lichtbronnen te zien, zoals kerstverlichting, een TL-lamp, kaarslicht, xenon en een telefoonscherm. Mocht je dus willen matchen met iets op de set, dan kun je dat hier doen. Als vierde optie heb je de flits-instellingen. Hier zie je wat meer knopjes. Als je naar het flitsmenu gaat, neemt de lamp de kleurinstellingen over die je in het CCT, HSI of Gels menu gebruikt. Rechtsonder kun je kiezen welk menu je hiervoor wilt gebruiken. CCT, U, dat staat voor HSI of de filters. Gratis tip, de hoogste output van deze lamp krijg je op 4600 Kelvin. Linksboven zie je de Skyport modus. De iOS 2 heeft namelijk een ingebouwde Allen Chrome Skyport ontvanger om draadloos aangestuurd te worden door de camera. Gaan we naar rechts, dan zie je de frequentie van 1 tot 20 en aan de rechterkant de groepselectie van 1 tot 4. Mocht je nou meerdere Rotolights willen koppelen, dan kan dat dus hier. In het midden links staat de flitskracht. Rotolight adviseert zelf om deze op Max of Max Plus te laten staan voor het beste resultaat. Andere opties heb je overigens ook. In het midden zit de groene testknop om de instellingen die je hebt veranderd te testen. Daar rechts van zit de lengteinstelling van de flits. Deze loopt van 1,25 tot 1,50 ste Aanpassen doe je overigens met de rode knop. Linksonder zie je weer de helderheid en daarnaast natuurlijk het huisje. Onder het knopje SFX vind je de effecten. Ook hier zijn weer presets in te stellen. En voor de rest is het vooral scrollen en per effect de variatie of helderheid instellen. Aan- en uitzetten of het activeren van eenmalige effecten, zoals het pistoolschot, doe je via de rode knop. Als laatste heb je het systeeminstellingen-menu. Hier kun je het scherm instellen. Op auto gaat het schermpje redelijk snel uit. Bij aan blijft hij aanstaan. Bij SFX kun je de effecten aanpassen op kleur in plaats van de door Rotolight gekozen kleuren te gebruiken. Dit geldt niet voor alle effecten overigens, dus je kunt de Amerikaanse politieauto niet veranderen naar Nederlands, helaas. Verder heb je wel wat informatie over de software, de compliance gegevens, taalinstellingen en terug naar de fabrieksinstellingen. Lekker simpel en overzichtelijk. En zoals ik al zei, is ook alles in te stellen via de app. Op dit moment kan ik de app niet testen omdat deze nog niet beschikbaar is in de App Store. Dat is een nadeel aan het testen van apparaten voordat ze op de markt komen. Maar weet dat die eraan komt of misschien zelfs al is wanneer deze video online staat. Van de buitenkant ziet de lamp er redelijk eenvoudig uit. Maar zodra je in het menu gaat rondzwerven, kom je eigenlijk pas achter alle mogelijkheden die de IOS 2 heeft. Een enorm krachtige lamp met een nog krachtiger output. En dat is precies wat je nodig hebt als je fotografeert of filt. Goed licht van goede kwaliteit. En precies dat is waar deze nieuwe IOS 2 in uitblinkt. Mooi. Vond je dit nou een leuke video? Heb je er iets aan gehad? Laat dat weten in de reactie hieronder. Geef ook meteen even een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Ik zie je dan ook heel graag in de volgende video.